Zuid-Amerika, dat is cool om daar te spelen natuurlijk. Echt grote massa mensen die op je optredens afkomen. Echt into the band en zo. Hoe hou je contact met die fans? Nou, je houdt eigenlijk, dat is eigenlijk internet voornamelijk. Hè. Die fans hebben nu ook inmiddels beschikking over internet. Maar ze eisen ook veel van je. Hè. Dus het is niet zo dat je het voor niks krijgt. Als jij het daar goed doet, moet je het zo houden. En dan moet je dus ook heel veel contact houden met mensen. Zij houden heel erg van contact, persoonlijk contact. Ze geven heel veel, maar je moet er ook heel veel voor teruggeven. Mm. Nou, dat doen we ook, want we waarderen het natuurlijk ontzettend. Nou, in Europa doen we het over het algemeen gewoon goed. Er zijn altijd markten waar je meer aandacht aan moet geven, zoals Duitsland en Engeland. Daar zijn we nu ons aan het focussen op die landen. En we gaan over een tijdje naar Amerika zelf, naar de USA. En dat is echt... Voor het eerst spelen? Of, Ja, nou, voor het eerst sowieso. Nou, we hebben één show ooit eens gedaan daar. Maar we gaan daar een tour doen, maar we gaan er ook natuurlijk ook met een platenmaatschappij naartoe, dus met Nuclear Blast Amerika. Ja, precies. En dat is hard. Dat wordt moeilijk, denk ik. Maar ja, gewoon wel proberen, maar er zijn zoveel bands. Precies, maar daar is nou juist wat hier een nadeel kan zijn qua Female Fronted Charm, omdat er al zoveel bands zijn, is in Amerika nieuw. Oké. En in Amerika is alleen eigenlijk de commerciële Female Fronted Bands. En wij zijn juist, ja, wat ik al zei, meer op de metal gericht. Ja. En daar ligt een kans. Okay. Kleintje. Want Amerika is hartstikke groot. Maar we gaan het daar wel proberen. En we hebben er veel zin in. Dus wanneer ga je die kant op? Ik ga eerst samen met de zangeres Floor een promo week doen. Eind juli tot en met de tweede week van augustus. Allemaal interviews door Amerika. En dan gaan we in oktober een tour door Amerika doen. Dus, cool man. Ja. Zin in? Ja, uiteraard. Ja, tuurlijk. Cool. Wanneer kwam de plaat eigenlijk uit? Nou, die is uitgekomen een paar maanden geleden. 4-5 maanden geleden. Hoe is die bevallen door de fans en journalisten? Nou, het was natuurlijk een risico omdat die plaat een stuk harder is dan de voorgaande plaat. Weet je natuurlijk niet hoe erop gereageerd wordt. Maar dat scheen eigenlijk heel goed te vallen. Okay. Mensen vinden dat gaaf, dat het weer een stuk harder is. Dus eigenlijk de recensies zijn echt heel erg lovend. De fans zijn ook heel blij, ook omdat er weer oude elementen uit voorgaande cd's terugkomen. Oh. Want we experimenteren heel veel en hebben ook bepaalde albums gemaakt waarbij we de fans wel echt op een verkeerd been zetten. En die natuurlijk wel weer opnieuw die muziek moesten leren waarderen. En dat is deze keer, werd het echt heel goed ontvangen. Dus ik bedoel, daar zal het wel niet aan liggen. Het is nu echt werken om te zorgen dat mensen de band zien. Cool man. Wanneer kunnen we je alweer zien optreden? Het feit dat ik hier zit tijdens het optreden van After Forever, dat weten jullie misschien helemaal niet, dat After Forever nu nog bezig was. Ja. Nou, ik zit hier dus omdat ik... Dat is op heel raar. Precies. Ja. Ik heb dus op dit moment een burn-out, een flinke, omdat ik naast het management onder andere, naast een deel van het management, En nummers schrijven, ook fulltime leraar ben geweest, 7 jaar lang. Zo. En dat is gewoon echt, die combinatie was dodelijk. Dus, chillen. Ik moet verplicht rust houden. Dat wil zeggen dat ik nu even niet mag spelen. After Forever zal wel gewoon doorgaan. Dat moet gewoon blijven lopen. En ik hoop over een maandje tot toch zeker weer bij te zijn. Maar ik ben nu al 3 maanden op non-actief. Dus we zien het wel. Sterkte, jongen. Komt helemaal goed. Dank je wel. Ziet er goed uit. Het moet goed komen. Nou, dankjewel. Nou, dat is maar schijn. Cool man, super, hey, dankjewel.